deel aan de Olympische Spelen. Een interviewportretje van Pedro van Este. Hola, Belgica. Wat verwacht je? Je kunt er heel moeilijk op antwoorden. Als je bijvoorbeeld uitkomt tegen een eerste reekshoofd, dan mag je zeggen, dan is die Olympische Spelen achter de rug. Maar bijvoorbeeld op de laatste WK heb ik bijna kwartfinale gehaald. Dat had ik een hele goede loting. Dus hoop ik gewoon terug op hetzelfde. Welke zijn in jouw discipline de gevaarlijkste? Op wie mag je bijvoorbeeld de eerste ronde niet vallen? Liefst op geen Aziatisch landen als dat kan. Of een Deen. Een van die twee landen, dat zijn momenteel de sterkste. En al de rest heb je een kans tegen? Jazeker. Maak ik een hele grote kans tegen. Je selectie op basis van wat en hoe is dat in zijn werk gegaan? Je moest in de eerste 50 zijn van de wereld al om kans te maken. Eerst moest je een uitnodiging krijgen van de Internationale Badminton Federatie. En naderhand moest je dan ook nog natuurlijk een uitnodiging krijgen van het Olympisch Comité. En die hebben geselecteerd op 16e finale halen. Dus eigenlijk in de laatste 32. Maar daar, jij staat maar 60ste. Ik sta 55ste, maar dankzij een gekuiste rankinglijst. En dat komt erop neer dat er van ieder land maximum 3 personen mogen gaan. En dankzij dit systeem ben ik erbij. Wat betekent dat voor jou? Wat dacht je toen je wist dat je naar de Spelen mocht? Op het eerste ogenblik niet veel. Je bent gewoon gelukkig. De tranen staan bijna in je ogen. En ja, het is gewoon een soort motivatie voor wat dat er nog komen moet voor later. Heb je veel contact met andere mensen van het Olympisch team? Momenteel niet echt, want ik heb ze maar eenmaal gezien en dat was in Spa. Maar het is een hele toffe bende, dus steun krijgen we er zeker van. Pedro van Este op afzondering in Neerpelt van Hamid Khan uit Singapore in 2 sets 11-15 en 3-15. Weet u nog wie...